In de tweede aflevering van Ik kocht een regenwoud gaat Charlie leven als goudzoeker in Peru om de lokale bevolking beter te begrijpen. There it is. Hij komt erachter dat het bestaan van de goudzoekers helemaal niet zo rooskleurig is. Uno oro. Sí. Sí? Uno. Door toevoeging van kwik leiden veel mensen een ongezond en daardoor een ongelukkig bestaan. Deel 2 van de driedelige serie Ik kocht een regenwoud. Vanavond in Vroege Vogels bij de VARA op NPO 2.